Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony, Cage, Lock, Sander, take it away! 5, 4, 3, 2, I know you see, somehow the world will change for me, and be so wonderful. Pew, pew, pew. We kwamen er dus achter dat we wel gewoon Fly hebben. Dus kunnen we gewoon een Pocket Monster vangen bij Coumarining City, waar de grass is green. En de girls are Bring. Aanwezig. Oh, are aanwezig. Dus maar eventjes over in het momentje gesproken. Je weet natuurlijk wel waar dat van is. Dat is van E-Carly. Ja, heb je die revival eigenlijk wel eens gezien? Ja, een paar afleveringen. De eerste 2-3 afleveringen, denk ik. Ah, okay. Maar ik ben er eigenlijk nooit mee verder gegaan. Ah, ik dus wel. Ik heb eigenlijk de gewoonte dat als ik toetsweek heb, dat ik heel druk bezig ben met leren en opdrachten maken. En dan tussendoor even serie kijken. En dan kijk ik dus ongemerkt best wel veel. En okay. Toen heb ik dus de, tot zover die nu is, ben ik bij, zeg maar. Dus er zijn 3 seizoenen. En van het derde seizoen zijn er nog maar 4 afleveringen. Okay. En die heb ik dus allemaal gezien. Ziek. En ik weet nu niet waar ik naartoe moet, want ik ben hier naartoe gevlogen en ik heb geen idee. Maar het maakt niet uit. En die heb ik dus gezien en dat was leuk. Nice. Ik vond hem zelf heel leuk. Het, Sander, wacht. Ik zou gewoon vliegen naar Coumarin City. Jij bent zo slim. Nee, het heeft wat afleveringen. Zeg maar, de ene aflevering is beter dan de ander. Mm-hmm. En je merkt in het begin wel dat het is iets meer een sitcom. Zeg maar, iCarly is wat meer naar de achtergrond geschoven. Ja, zeg maar. Ja. Dus dat merk je wel in het begin, maar dat is vooral het eerste seizoen. Later doen ze dat wel wat beter. Oké. Okay. Moet ik nog vertellen dat ik Monoswag heb trouwens? Want ik ben nu een heel verhaal. Oh ja, Sander heeft inmiddels een Monoswag. Maar ja, hij had hem net al laten evolueren zoals jullie zagen. Ja. En ja, leuk man. Ik vind het mooi. Zeker. We going on a holiday. Of zo. Dat liedje vindt Simon heel leuk. Wat? Waar zit Jim? We going on a holiday? Ja, dat is een liedje of zo. We are going on a holiday. Summer holiday. Oh, summer holiday. Ja, hetzelfde. What's the difference? Waar is dit Jim? Dit Jim is futu. Oh ja, maar Sander. Je moet... Ga je geen Pokémon vangen bij Coumarin City? Wat ik aan het doen ben. Oh ja, dat konden we ook, hè? Mm-hmm. Heb ik nu al... Oh nee, ik heb hem nog niet helemaal bij me. Coumarin City, waar is Coumarin City? Naar boven, ja, daar. Deze. Oh. En dan moet je met Want de rail... Want daar kunnen we fishen? Nee, je kan daar gewoon surfen en dan heb je zo'n ook grasstukje waar ik nu ben. Ah, surfing op grasstukje. Heb je de goede kant of moet ik naar onder? Oeh, die Vidian ziet er vet uit. Je moet, ja, met die monorail mee. Monorail? Neem een dat Pokemon is net als mijn swag, mono. Sander, neem even een Pokémon Sweet Sand mee. Dat is wel smarty pants. Terwijl ik niet eens een broek aan heb. Je hebt geen broek aan? Ja, een onderbroek. Het is hier warm, Sander. Ja, don't nee, judge me. Fair enough. Ik geef je eigenlijk ook nog groot. Hey, Audino. Meryl! Ja, ik wil trouwens niet nog een water-Pokémon, maar Meryl! Meryl. Rilling the mare. Rilling the mare. Ik kan hier. Ik zag trouwens net dat ik hier Wingull kan vangen. Wingull zou ideaal zijn. Hoeveel kost dit nou weer nou? Oh, dit kost niks. Oh. Beter Wingull dan zou die ideaal zijn, van een want, taxi. Want flying is super effective op Harmony. Op? Harmony? Ja. Wow. Wow. Dat vindt hij mooi. Hier naar boven? Nee. Je moet even, helemaal naar links zometeen. Ja, daar naar links. Nog verder naar links. Nog ja. Naar links. En dan... Ja, nog meer. En dan hier het water op. Oh,
Oh, ik heb precies mijn surf guy weggedaan. Ja, maar je hebt toch surf gedaan op poly, Polaroid? Nog niet. Want maar doe ik je dacht, dat toch? Nou, maar dan mag ik. Die mag ik niet gebruiken in battle, toch? In de cage match niet, maar wel ja, gewoon in battle. Ja, daarom. Met, dus dat wil ik eigenlijk liever niet. Oké. Ik ben helemaal terug. We are going to a summer holiday. Badoop. Yo! Execute, nice. Oh nee, die is niet shiny natuurlijk, dat is zo'n raar beest. Galassian. Galassian Vinion. Over verschillende vormen gesproken, wanneer komt de Milaning Region? Voor de Milaning Region? Ja, met de Milaning Forms die je hebt gemaakt laatst. Ja, ik ga nog meer Milaning Forms maken als ik tijd heb. Ja. Heel ziek. Ja, ik vond het echt een leuke video, man. Ik vond het echt. Nice, thanks. Dat is lief van jou. Dat is ook echt zo'n video waar heel veel werk in zit. Ja, snap ik. Mijn video's gaan sowieso wel lekker de laatste tijd. Ik moet zeggen, die van mij ook wel. Ja, met de Professor Layton in. Ja. Nice. Af en toe zo'n Twitch compilatie. Al merk ik daar wel meestal, zeg maar vroeger, dan gingen die Twitch compilaties het hardst. Mm-hmm. Nu, soms dan doet een Professor Layton video het ineens heel goed. En soms niet, maar zeg maar, ja. Ik weet niet, Twitch compilaties, for some reason, spreekt mensen niet zo heel erg aan of zo. Blijkbaar. Maar komt dat niet, dat is maar een idee, hè? Maar komt dat niet omdat je je thumbnailstaal veranderd hebt voor de Twitch compilatie? Misschien wel. Is de nieuwe serie opgevallen? Nee. Van zaterdag? Nee, is me niet opgevallen. Ja, nee, dan misschien wel. Ik was groot fan van jouw Twitch compilatie thumbnails, hoe ze waren. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Die ja, dat weet ik. Twitch compilatie. Ja. Ja. Ja, ik zit daar nog een beetje mee te stunten. Want ik wil er wel wat anders mee, zeg maar. Maar, ja. Nou ja, ik heb nu een stel, maar dat werkt blijkbaar niet helemaal. Oh, kut. Hoe ver nog voor de grass patch? Want dat is nog best wel ver. Dat is best wel ver achterin, ja. Ja. Nee, ja, ik zit een beetje daarmee van, zeg maar, die oude stijl was heel simpel en dat heeft ook wel wat, maar, ja, ik weet niet. Ik had zelf meer met, zeg maar, wat meer creativiteit, zeg maar, want de video's zijn ook best wel creatief en dan is het misschien een beetje raar als juist de thumbnail zo. Ja, terwijl als je vier screenshots en met heel grote Twitch compilatie doet, is het wel duidelijk wat er aan de hand is. Dat is waar. Ik dacht, de laatste heb ik ook een beetje gespeeld met toch de Twitch compilatie weer een beetje in het midden en wat groter. Mm-hmm. Dus, ja, ik weet het niet. Oeh. Die is dood. En zij geeft me geld. Nou, dat mag ook wel nadat ik afgezet ben bij die taxis. Oh, dat is nog niet eens de grass patch? Wel. Nope. Free space. Joe, gaat die niet. Okay. Zie jij ook de hele bij jouzelf ook de hele tijd de rode pijlen en zo? Ja, dat heeft mijn emulator helaas. Ah. Welke Citra heb jij? Nightly 1909. Misschien dat ik hem een keer moet updaten. Ja, dat kan. Ik heb het viel me de vorige keer Nightly ook al op, alleen ik 1889. Vergeet het dan steeds te zeggen. Nee, je hebt het de vorige keer ook gezegd. Oh, echt? Oh. Ja. Dan vergeet ik dat ik dat gezegd heb en dan. Ja.
Zullen we even na onze opnames zal ik ze wel een keertje updaten. Ja, het hoeft niet per se omdat ik het zeg, hè, maar... Nee, maar je hebt wel gelijk. Ik ben benieuwd of het nou lag aan het screensharing of... Maar nu weet ik dat jij een nieuwere versie hebt en dat jij er geen last van hebt, dus misschien dat dat wat ermee te maken heeft. Kan, want welke versie heb jij nu? 1889. Ja, ik had hiervoor, want ik had toen ja dat gedoe met Leighton. Daarvoor had ik 1729 of zo. Mm. Toen had ik het ook niet, maar misschien dat het specifiek... Aangezien het ook nog een modded game is, hè, kan heel goed dat het... Dat bukt. Ja, volgens mij had ik het ook al met een andere Citra game. Ah. Ik hoop dat we binnenkort wat meer over City of Steam gaan horen. Oh ja, van Leighton. Mm-hmm. Dat hoop ik ook. Ah, dat schiet nog niet zo hard op. Nee. Had je misschien trouwens, met een Nintendo Direct in september een keer weer. Ja, waarschijnlijk. Had je trouwens gezien van een live-action Avatar? Ja. De eerste pics. Ja, heb ik gezien. Ik ben benieuwd. En? Hyped of? Nou, hyped wil ik niet zeggen, maar ik ben gewoon wel aangenaam... niet verrast, maar ik ben aangenaam geïnteresseerd geraakt, laat ik het zo zeggen. Okay. Ik moet wel zeggen, ik vond alles qua special effects en alles wat ik zag, wat je kon zien, want zoveel is er nog niet bekend. Nee. Het zag er allemaal super mooi uit, alleen vond ik de characters er heel nep uitzien. Het lijken net cosplays, als je snapt wat ik bedoel. Oké, okay, ja. Dat gevoel had ik in ieder geval. Op zich heb ik eigenlijk wel zin in. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat ze ervan gemaakt hebben. Ja, de rumors zeiden eigenlijk eind 2023. Dus ik vind het wel jammer dat het nu 2024 is. Nou. Oh. Maar goed. Ach, als dat betekent dat het beter wordt. Precies. Hoe lang zijn ze nu al een beetje? 5 jaar of zo, toch? Zo lang al? Nee, toch? Nee. 4 of zo. 3. Weet ik het. Ah, die eerste pick van Appa, zeg maar, die is al best wel lang. Ja, dat klopt, ja. Die is echt al jaren ging die over het internet. Toen gingen die creators weg. Mm-hmm. En toen was iedereen zo van, nah, dit wordt niks. En toen 2 jaar later kwamen ze met, nou ja... Yo, we hebben pics. En toen was het zo van, ah, dat ziet op zich niet verkeerd uit. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ben ook zeer benieuwd. Maar ik ben eigenlijk meer benieuwd naar de animated... stories die gaan komen. Ja, zeker. Dat ik ook wel. Maar... Ach, als het Avatar is en er is content van, dan zeg ik het wel. Dan ga ik sowieso kijken of het iets is, zeg maar. Ja, precies. Ik heb die winkel dus wel een keer gevangen. Hoe zit dat? Doen we dan met dupes? Of? Ja, het is gewoon dupes, hè. Weet je, als jij nog een keer de winkel krijgt en je vangt hem, dan mag je die Goomy gebruiken. Oké. Okay. Vind je dat een goede deal? Ja. Al weet ik niet hoe dat werkt met Harmony Type, maar dat zien we dan wel. Zul je zien dat Harmony super effective is op Goomy, maar... Die kans is best aanwezig eigenlijk. Ah, boeien. Ah, die Colossian Luminion wil ik ook wel. Of Finian. Of Natu is blijkbaar heel positief voor de gym. Ja, flying type. Ja. Oh. Was dat Sweet Sand, maar dan Sandring Sweet Sand? Ja. Yeah. Heel ziek. Sandring Sweeting Sanding. Sweet Sandring. Sweet Sand. Nah. Nee, ik ben ook zo'n Levi guy. Oeh, Sander, ik zie je gewoon binnenkort weer. Wat een gezelligheid. Ja, je hebt er echt zin in. Hoeveel weken is het? 3. Ja. Ah, zaterdag over 3 weken. Maar dat maakt niet uit. Wel superleuk. Ja, daar heb ik wel zin in. Chilling in de jacuzzi, hè? Ja, joh.
Heel ziek. Zeker heel ziek. Oh, mijn kat. Hoorde je dat? Nee. Doe nog eens, kat. Mijn kat ging ineens. Meow. Nee. Doe nog eens. Boy, yo, knor. Hoorde je het? Ja. Wat is het lief? Oh. We hadden deze aflevering over die iCarly gebeuren. Yeah. Ik kwam laatst een TikTok tegen. En van een interview van Dylan en Cole Sprouse, die dudes die Second Cody spelen. Ja. Yeah. En blijkbaar hadden ze zelf een derde Second Cody, zeg maar, gepitcht aan Disney. Want ze hadden eerst Second Cody en daarna Suite Life on Deck. Ja. Yeah. En ze hadden een derde serie gepitcht. Alleen on plane. Nee. Huh? On plane. Ja, wie weet. Volgens mij zeiden ze het wel, maar dat ben ik vergeten. Had Disney zo weinig geboden dat ze lachend de camera uit zijn gelopen. Jammer, jammer. Ja, dat is ook echt een classic serie. De Thundermans krijgt wel een reboot film, hè? Zeg maar zo niks. De Thundermans zeg je niks? Nee. Hoe oud is dat? Dat is dan waarschijnlijk voor mijn tijd. Dus jij nee, ook, nee, ik denk eerder dat het een beetje daarna was, alleen toch niet helemaal. Is hetzelfde het dezelfde era als Sam en Cat bijvoorbeeld? Want dat heb ik bijvoorbeeld ook helemaal nooit gezien. Ja, wel een beetje. Wel een beetje dezelfde tijd. Als net als Girl Meets World, zeg maar. Die tijd. Oh ja, die heb ik inderdaad ook niet gezien, maar dat... Of nou ja, die heb ik wel gezien, maar die heb ik laat inderdaad nog teruggekeken. Mm-hmm. Dat was ook wel goed, ja. Ja, die waren ook soms gewoon heftig, zeg maar. Echt qua de topics en zo. Ja. Ah, dat vind ik ook wel leuk met de nieuwe iCarly. Dat is echt gewoon... Het deelt humor en zo. Mm-hmm. Ik ben heel erg benieuwd naar de Zoe 101 reboot. Wacht, komt daar een reboot van? Als goed is wel. Daar zat... Nee, niet Miranda zat er niet in. Nee, Victoria Justice zat er in. Victoria Justice, ja, die zat er natuurlijk ook in. Victorious. Ja. Ja. En en Camille van Big Time Rush zat daarin. Dat kan ik me echt niet meer herinneren. Dat die daarin zat. Mm-hmm. Nice. Ja, zeker in. Zeker in. Dat vind ik leuk. Ik vind het ook leuk dat Big Time Rush weer muziek maakt samen. Ik moet zeggen dat ik er vrij weinig van mee heb gekregen. Oh, ze hebben een nieuw album uitgebracht. Nice. Nou, is het een beetje de oude sound of is het wel heel nieuw? Sommige liedjes zijn oude sound. Dat zijn ook liedjes die ik leuk vind. Maar echt het nieuwe album, niet echt, vind ik. Ja. Maar ze hebben wel een paar nieuwe liedjes die wel een beetje de oude sound hebben. Hoor, die ik ook wel echt wel leuk vind. En ze hebben Paralyzed natuurlijk gereleased. Waardoor het nu ook op Spotify staat. Nice. Dat is ook wel echt, misschien wel mijn favoriet. Het is sowieso mijn favoriet. Welke hebben ze nog meer? Ze hebben... Heel veel. Till I Forget About You, ook heel goed. Mm-hmm. Dan hebben ze Famous, ook wel leuk. Ja, de rest is niet hetzelfde tier, zeg maar. Oh, ja, ik vind wel een aantal wel beter dan Famous en Till I Forget About You. Hoor. Nee, ja, dat zei ik van, ja, de rest is een beetje zoals Famous, niet op dezelfde tier. Oh. Ik vind Till I Forget About Yourself wel echt heel goed, maar die vind ik wel een beetje... Die komt wel in de buurt van Paralyzed, zeg maar. Kat, zo zie ik dus niks. Hey, Shiny Natu. Oh, dat is gunstig. Dan gaat de gym gewoon halen nu. Wajo, Milan gaat de gym halen. Oh niet nee, te geloven. Dat bedoel ik niet lullig. Nee, zo ving ik het ook niet op. Oh, oké. Okay. Oh, ik dacht dat je reactie zo was van... Oh, nee. Zo bedoelde ik het zeker niet. Gelukkig ging. Want was het niet,
de bedoeling. Dat is wel een heel leuk woord. Weet je wat het grappige was vanmiddag, of vanmorgen, Sander? Nou. Jij zei op een gegeven moment iets. En toen had ik ook die Nicing on the Cake emote gestuurd. Ja. En toen wou ik later reageren met Sakering. Alleen ik kon nergens de Sakering sticker vinden. En toen gebruikte jij hem. Ja. Nice. Ja, dat vind ik leuk. Oh, jij hebt... Ik heb... Oké, ik ga je tussen de aflevering door even een tweet laten zien. Ik ben heel benieuwd wat jij daarvan vindt. Wat is dat, een tweet? Het is een parody-idee. Oh. En dan heb ik in een tweet heb ik een soort van gezegd op welk liedje ik het mogelijk wil gaan doen. Oeh, zo'n parody-idee. Oké. Op welk interessant, liedje ik het mogelijk wil doen. En met een klein sneak peek van tekst mee. Mogelijk. Een hele mogelijk gemaakt. Heb je het wel gecopyright? Want anders gaan mensen het jatten. Ja, dat zou maar zo kunnen. Dat zou maar zo kunnen. Je weet het niet. Straks wordt het net zoals die Carly Rae Maybe. Ja, Carly Jepsen. Die heeft gewoon Call Me Maybe gedaan. Straks wordt het dat, weet je. Dat is ook wel kut. Maar aan de andere kant, ja. Wel veel gedoe hoor, dat copywriting met druk en ja. Waar blijft die ding nou? Die tweet? Oh, moet ik het nu doen? Ik dacht dat je dat tijdens de aflevering ging doen. Wel je live je reactie horen. Ik weet niet of je... Ah, waarschijnlijk wel. In de fans, voordat je me uit gaat lachen... Niet doen. Oh, nee. Wat was de defense dan? Nee. Is het een shiny? Ik weet niet of je het nummer, zeg maar 1, 2, 3, zo... Sander, het is geen flying type in deze game. Oef. Ik weet niet of je het nummer zo 1, 2, 3 voor je heeft, maar... Omdat ik dus kinda... Weer back was to Icarly, zat ik gewoon wat oude clipjes en zo te bekijken. En toen kwam ik onder andere dit liedje tegen. En toen dacht ik, joh, dat is een banger. En toen zei Wouter, shout-out naar Gletscher op Twitter. Zei, wanneer komt er weer zo'n nieuwe Slurkman-parody? Nice. En toen kwam ik dus met dit idee. Ik weet niet of je het nummer je zoiets zegt. Maar... Nee, ik ga hem niet nu luisteren, maar ik ga hem wel een keer luisteren. Het is die aflevering... Voor mijn gevoel is dat echt zo'n classic aflevering. Maar dat komt gewoon omdat ik die heel vaak gezien heb. Het is die aflevering dat Carly en de gang gaan naar een wedding toe. En dan is zo'n guy die durft niet zo'n liedje te zingen en die pist steeds in zijn broek. Die aflevering. Daar is het van. Oké, het ringt geen bel. Oh. Wait, tussen de afleveringen of... Nu moet ik wel zeggen, ik denk wel dat ik alle afleveringen heb gezien, maar iCarly was niet, zeg maar, echt mijn ding, zeg maar. Ik vond Victorious en zo allemaal veel leuker. Ja, dat kan. Ik heb iCarly gewoon vroeger gewoon heel veel gezien, samen met Drake en George. Maar Drake en George was wel, eerlijk was dat wel mijn favoriet ofzo. Ja, Drake en George was wel goed, ja. We going to Sweden Center. We going to Ibiza. Mini. Dus nee, ja, ik... Op zich lijkt me wel funny om te doen. Zeker. Ik ga straks eens even luisteren of ik het herken. Het is vooral de tekst die ik wel leuk vond. Van, daar kan ik wel wat mee. Zeg maar, aangezien ik een aantal meme Pokémon heb... En dan kan ik dat... Een beetje erin verwerken. En dan kan ik het een soort... Gaming SB Team Song van maken, joh. Woe! Had ik nou begrepen dat Neville Underwood of zo heet hij zo? Neville dat Pepperman? Oh, Neville Pepperman, ja. Dat hij er ook weer in zit. Ja, die zit er ook weer één aflevering in. Oh, joh. Ja, het was wel. En die Nora, zit die Nora er ook in? Die crazy girl ja, die hem opsloot? Ja, die zit er ook in. In een aflevering. Oh, maar beide wel
tot nu toe 1 aflevering, maar... Oké. Okay. In de toekomst misschien nog meer, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Dus... Hey, shiny Slowpoke. Nice. Hoe ver zitten we in de video? Moeten we niet zo ook afsluiten? Oh. Niet runnen, hè? Nee, oké. Okay. Fighting, ja. Oh ja, maar deze kunnen allemaal. Je kan trouwens straks kiezen voor Slow King, hè? Dat weet je, want je hebt een King's Rock. Heb ik ook een King's Rock? Ja, je hebt ook een King's Rock. Oké. Goed om te weten. Is Ardino ook harmonic type in deze game? Dat weet ik niet. Ik zou zeggen dat het een normal type is, maar ja, je weet het in deze game nooit. We gaan nu zien. Als het super effect heeft, dan is hij normal. Attack Rose? Het is toch Chairman Rose? Niet Attack Rose? Nee. Ah, ik ben zo'n funny guy. Valt wel mee. Zeker omdat je zo'n character hebt die Chairman Rose heet en dat je nu zo'n Attack Rose heet. Oh, wauw. Bedankt dat je me even uitlegt. Ik denk, de kijkers zijn je dankbaar, zeg maar. Ja, dat snap ik wel. Ik maak een grap, dus ik snap Want wij zijn ook slimpies. Dat is wel waar. Psycho Shift? What the fuck is dat voor een aanval? Using psychic power of suggestion, the user transfer its status condition to the target? Nee. Ik heb nog geen enkele useful move geleerd. Soon. Als die fly kan leren, ga ik gewoon fly leren voor de gym leader. Future sight, nee. Leer gewoon psychic of zo. Of psy beam, dan heb ik in ieder geval iets. Of harmonic. Orkest of zo, weet ik veel. Doe iets. Stored power? What the fucking? Dat is een oplaadmove, toch? The user attacks the target with stored power. The more user's stats are raised, the greater the move's power. Wat een kut move. Oh, je hebt niet veel stats raised moves. Wat heb je dan aan? Wat is dat voor onzin? Wel een water type. Zei ik niet vorige aflevering trouwens dat ik graag een water type wilde? Oh ja, toen kreeg ik een water type. Deze aflevering. Nou, nu ook dat ik fly kan leren. Ja, ik kan fly leren. Oké, nice. Je mag niet engage met je. Nee, ik weet het. Dat is kut als ze cup moves hebben, want dan wil je dus eigenlijk wel hem inzetten voor een cage match, want hè, dan mag je hem moves leren. Maar hij heeft cup moves, dus hoe ga je winnen? Ja. Ik noem hem Slow King. Dat is Engels namelijk. Nee, Slowking is ook wel Engels, maar ik vind het gewoon... Cool naam. Dan moet je meteen de King's Rock geven en daarna pas... snoepjes. Of wacht. Voordat je dat doet, zou ik eerst even kijken of hij nog moves leert. Hoe zitten we met de aflevering? Is het niet ook al, zeg maar... Bijna, ja, het is bijna tijd. Want ik wil eigenlijk eerst nog helemaal terugsurfen. Want ik heb hem niet bij me, trouwens. Ja, dat is goed. Maar dan kan eventueel ook nog outside of aflevering. Kan ook. Yo, Finian. En Ferb? Finian en Ferb. Dat is wel funny. Zo moet je even je bestand noemen, ja. ja, dat zou ik doen. Ik wil zeggen, maar dat kan ik ook niet vernoemen naar mijn intro momentje, maar die weet je toch al. Die weet je toch al, denk ik. Oké, Sandering, ik wacht hier. Wat? Oh.
Ik denk dat we de aflevering gaan beëindigen en dan zien we Sander ook hier. Vind je dat een goed idee, Sander? Ja, dat vind ik een zeer goed idee. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. De volgende aflevering zien jullie of wij de gymleader gaan halen. En als we gaan halen, hoe wij de gym of de cage match gaan doen. We gaan het allemaal zien in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken. Doei!